En Bart, die is klaar om te sterven. Heel bewust kiest hij niet voor euthanasie, maar voor palliatieve sedatie thuis bij zijn ouders en broer. Ik ben Bart Verbeek, ik ben 23 jaar. Ik was net 16 geworden. Dat is voor mij voor de eerste keer kanker vastgesteld, een Ewing-sarcoma, een zeer zeldzame kwaadaardige vorm van botkanker. En ik zit hier nu, iets meer dan een jaar later, dat ze mij terminaal verklaard hebben. En het is bijna het einde voor mij. Waarom heb je last? Van mijn rug vooral. In mijn rug en daarboven, nu sinds vandaag ook in mijn onderrug. Mm-hmm. Zo van die stekende pijnen. Dan moet ik mij verleggen. En dan is dat ineens weg. Mm-hmm. Dus ik vermoed dat is een tumor dat tegen de rug duwt. Ja, of tegen de longen is of zo. Ja. En ook als ik s'avonds in mijn bed lig, heb ik ook het gevoel nog altijd van kortademigheid. Ja. Ondanks die temestas dat ik dan neem, mm-hmm. Blijft dat gevoel eigenlijk ook. Ja. Als dat zo blijft doorgaan nu, dan is het nog maar een paar dagen voordat ik zeg van nu is het genoeg geweest. Dat het tijd is voor mij, dat een tumor te groot is, dat de nevenwerkingen te zwaar werken. En dat we niet meer kunnen vechten. Of we kunnen nog wel proberen te vechten, maar dat is vechten tegen de bierkaai. Dan heb ik liever een menswaardig einde door mij te laten inslapen in een soort van coma. Waar ik wel nog, echt bewust ben ik niet, maar ik leef wel nog. En dan kan men langzaam, mijn lichaam, langzaam maar zeker zelf uitdoven eigenlijk. Het is tijd, ze mogen mij komen halen. Patrick zal zelf eens dat naaltje plaatsen. Hè? Ja. En dan spuit ik u een kleine hoeveelheid in, zodat je redelijk snel in slaap kunt vallen. Nu, dat kan 10 minuten duren, een kwartier, een uurtje. We gaan zien of we de dosis moeten aanpassen. Hè? Op het begin ga ik dat om de 2 uur controleren. Daarna om de 4 uur. En tegen vanavond of morgen zullen we de juiste dosis hebben. Het kan zijn dat je zelfs nog niet helemaal slaapt. Het kan zijn dat je redelijk snel in slaap valt. Dat moeten we afwachten. Dat is heel goed. Spuitje geven dat je in slaap valt. Dat zien we straks wel. Slap wel. Dat brandt wel. Ja. Ik ga langzaam inspuiten. Je gaat nu niet meteen in slaap vallen. Het duurt even voordat dat werkt.